Wij gaan het hebben over een gebouw wat op dit moment gebouwd wordt precies aan de andere kant van het complex. We zitten nu aan de parkkant en we, aan de stadkant gaan wij het atrium maken samen met de RAI. En dat gebouw heeft niet alleen tot doel om de RAI in zich beter te laten functioneren, maar ook om de RAI nog beter in de stad te verankeren. Het mooie van het begrip duurzaamheid is ook mijn relatie met de RAI. Ik ben al 26 jaar superviserend architect van de RAI en opvolger van Alexander Bardon, die eigenlijk het hele complex in twee fases gebouwd heeft. Hij heeft dat ongeveer 30 jaar gedaan en ik ben daar ook bijna aan toe. Dus in onze relatie zijn wij ook heel duurzaam. En dat betekent dat wij ook ons heel erg proberen te verplaatsen in de organisatie van de RAI. En het mooie van de RAI is dat de RAI er niet op uit is om alleen maar groter, groter, groter te worden, maar eigenlijk erop uit is om alleen maar slimmer te worden. En dat betekent dat we de afgelopen jaren vooral bezig geweest zijn om systeem wat de RAI heeft, namelijk een keten van hallen en congreszalen, om dat systeem optimaler te laten functioneren. En dat betekent dat we op strategische plekken, en die hoekplek die we hier hebben op het Scheldeplein is er zo één, dat we daar proberen te verdichten en nog multifunctioneler te worden dan we al zijn. En dat betekent in het geval van het atriumgebouw dat we de hallen die daaromheen zitten veel beter kunnen exporteren door daar een congresfunctie aan toe te voegen. En ook de kantoren van de RAI, die op dit moment nog op de vleugel aan de linkerkant van de Europahal zijn gehuisvest en die eigenlijk echt aan het eind van hun levensduur zijn, om die te laten verplaatsen naar die plek op de hoek. En dat betekent dus dat er een accent op de hoek komt, maar dat we niet geprobeerd hebben om dit, omdat het het nieuwste gebouw is, ook het belangrijkste gebouw te laten zijn. Het doet mee in de hele keten en we proberen de keten slimmer te maken. En dat is volgens mij ook echt de duurzaamheid. En in de architectuur proberen wij ook aan te sluiten steeds bij de functionalistische principes die Bardon ooit bedacht heeft. En wij proberen niet iedere keer ons eigen ding daar, om erop te vallen, neer te zetten. Dus we hebben met het Elysiumgebouw in het midden ook geprobeerd om in de vormgeving zoals die er is in de RAI, en die refereert een beetje aan de Europahal natuurlijk, maar ook zie je die, bij het Elysium die doorlopende lijnen van gevel en vloer die in elkaar overgaan. En dat drukt ook uit dat er in zo'n gebouw meerdere functies in één schil ondergebracht zijn. Dat gaan we ook met dat atriumgebouw doen. En we gaan daar een stap verder dan we vroeger gingen. We gaan wat duurzaamheid betreft een enorme stap maken. En het mooie is dat we het gebouw eigenlijk opgeknipt hebben in twee cases. Namelijk het kantorendeel bovenop, waar we een BREEAM certificaat excellent gaan halen en waar we met de bestaande gereedschappen van BREEAM dat doen. Maar voor beursgebouwen is er nog geen BREEAM systeem. Dus we zijn nu met de Dutch Green Building Council samen een systeem aan het ontwikkelen om de BREEAM certificering excellent voor dit gebouw te maken. Dus we verzinnen hem zelf en we krijgen hem ook. Dat is ook heel verstandig. Maar we hopen daarmee ook de kennis over te dragen. Het is een heel eenvoudig gebouw. De oranje pijltjes laten zien dat er dus directe verbindingen van dat gebouw zijn met die Europahal en met de Oosthal. En dat betekent dat daar andere bijeenkomsten kunnen plaatsvinden dan tot nog toe. De begane grond is eigenlijk een grote lege vloer waar één grote congresruimte wordt ingericht die ook weer opgedeeld kan worden in meerdere kleine ruimtes, zodat die en open en dicht gebruikt kan worden, dus zo multifunctioneel als het maar kan. Op de verdiepingen, als we het over de kantoorverdiepingen hebben, hebben we ook eigenlijk een hele eenvoudige rechthoekige plattegrond met een heel groot gat in het midden om licht in het hart van het gebouw te kunnen krijgen. En dat doen we door middel van een atrium wat echt zoveel mogelijk licht erin krijgt en waardoor we veel minder buitengevel maken. Hoe meer je de kubus benadert, hoe gunstiger je bent wat je oppervlak van een gevel betreft ten opzichte van het vloeroppervlak en hoe minder energie je verbruikt. Dit kantoor is in eerste instantie dus ter vervanging van een deel van de kantoren van de RAI zelf. Maar kan ook, als daar voldoende belangstelling is, van onderaf steeds verder verhuurd worden tijdens beurzen of zelfs semi-permanent verhuurd worden. Dus ook daar is de flexibiliteit en de inrichtingsmogelijkheden zijn heel erg van belang.
Nou, duurzaamheid is dus niet alleen technische duurzaamheid, maar in dit gebouw zit wel ongeveer alles wat je op het gebied van technische duurzaamheid kunt verzinnen. We hebben dat atrium. Oorspronkelijk was het idee om op het dak een aantal spiegels te zetten die het zonlicht uit het zuiden ook naar de noordkant van het gebouw zouden kunnen, naar de zuidkant van het gebouw moet ik zeggen, die anders altijd een beetje donkerder is, zouden reflecteren. Daarvoor hebben we later bedacht om dat anders op te lossen. Er is natuurlijk warmte- en koude opslag en we bouwen aan de zuidkant, aan de kant van de Europahal, een grote kas waarbij we de retourlucht via de kas verversen, vermengen met nieuwe buitenlucht. En in die kas ook werkelijk urban farming gaan doen. En die planten die daar groeien, die zullen dus deels dienst doen als luchtzuiveraar, maar deels zullen die ook op te eten zijn. En die gaan opgegeten worden in het restaurant in dit gebouw. En als er genoeg teelt uitkomt, dan gaan we het ook in de rest van de rij doen. De spiegels op het dak hebben we laten vallen. En we hebben bedacht om op de borstwering van, van het atrium, om daar in drie lagen op de borstweringen spiegels te monteren. Die zorgen dat dat licht wat uit het zuiden komt naar alle kanten gereflecteerd wordt de werkvloer op. En dat betekent ook dat die spiegels onder een schuine lijn zullen worden afgesneden. Dus we hangen ze ook niet op waar ze niet hoeven te zitten en waar de zon toch niet komt. En we hangen ze uitsluitend op waar ze wel komen. En naarmate ze dieper in het gebouw liggen, hebben ze een hogere reflectiegraad en is de stand van de lamellen iets anders om zo optimaal mogelijk het licht zo ver mogelijk dat gebouw in te krijgen. En dat betekent dat dat ook een hele zichtbare vorm van duurzaamheid en extra energiebesparing zal zijn. Want dat patroon gaat ook bijna als kunst op die randen van dat atrium werken. Dan de kas aan de zuidkant. Dat wordt dus werkelijk een kas. Dat betekent dat er ook dunner glas in zit dan in de rest van het kantoor. Want voor die kas is het juist weer gunstig als dat niet zo geïsoleerd is. En er is een heel systeem bedacht met watergeefmethodieken en hangplanten. Die maken dat die kast er ook altijd, en dat is voor de RAI natuurlijk ook belangrijk om het te laten zien, dat die kast er ook altijd groen uitziet. En dat het niet zo'n verpieterd boeltje in oktober is en in de herfst er niet goed uitziet. Dus er is een heel mooi systeem bedacht van bakken, watergeefunits. En er zijn planten uitgezocht die dat ook heel erg goed gaan doen. Het is heel mooi voor dit soort dingen om met specialisten die daar weer verstand van hebben te werken. En samen kom je dus tot een mooie resultaat. En hier zie je wat voorbeelden van de zaken die je in het restaurant kunt gaan eten. Die echt ook uit de kas van dit gebouw komen. Het is heel mooi bij zo'n multifunctioneel te gebruiken complex dat je dit soort dingen nou wel eens kunt doen. En het is ook, misschien zijn we een beetje green walkers, zoals net verteld werd. Het is natuurlijk niet allemaal terug te verdienen in één keer. Maar de voorbeeldfunctie die je hebt als zo'n openbaar instituut als de RAI is minstens zo belangrijk. En we kunnen daar wel ervaring mee opdoen. De gevel van het gebouw, die is ook afgeleid, als je de onderbouw ziet, van de bestaande structuur van de RAI. Linksboven een foto uit de jaren 60. Daar zie je dat aan weerszijden van die hal er een betonstructuur is die verschillend kan worden ingevuurd. Die was een beetje afgegleden, zie je daar rechtsonder. Die hebben we nu afgebroken en we pakken het oude stramien van die 7,75 meter ritme van die constructie weer op. Herhalen die betonconstructie en zetten er een nieuw gebouw op. Voor de gevel grijpen we ook terug op de verticale lamellen die Bordon ooit op de Amstelhal aan de andere kant van het complex gezet heeft. En gebruiken dezelfde principes die toen in de jaren 60 al gebruikt zijn. Die gevel die krijgt een geslotenheid, die wordt voor 50% gesloten in verband met de extra isolatie. En de open delen, daar is hij zo gemaakt dat de zon optimaal geweerd wordt om zo weinig mogelijk te hoeven koelen. Dus we hebben gesloten delen die in een vliesgevelsysteem opgenomen zijn. En een element wat nog wat uitsteekt en wat de zon nog wat verder weert. En daar is een glasplaat op bevestigd, die zie je hier. Met een verlopend rasterpatroon, waardoor je wel heel mooi naar buiten kijkt en het licht bijna verzacht krijgt en zo weinig mogelijk verkeerd licht binnenkrijgt in het gebouw. Dus eigenlijk is het hele gebouw puur door functionele elementen bepaald en krijgt daar toch door een beeld wat heel goed aansluit op het op dezelfde manier functioneel bedachte gebouw van Bordon vroeger. En een ander continu element bij de RAI is de blauwe neonlijn. Dat was vroeger een neonlijn. Daar kun je de RAI s'avonds altijd mooi herkennen. En het afgelopen jaar is die ook vervangen door een LED-lijn. En die LED-lijn zal ook doorgezet worden over dit gebouw.
dan kun je ook zeggen, ja, je kan beter helemaal geen licht gebruiken. Maar dat is natuurlijk toch niet helemaal. We zijn niet helemaal zwart-wit in helemaal niks meer doen. Je moet voor de raai ook het beeld van de raai neerzetten. Dus ik heb geprobeerd u heel kort uit te leggen. Ik zal even kijken hoeveel tijd tijd zat, dus dan kunnen we een beter die tijd aan vragen besteden. Maar ik heb geprobeerd u in kort de belangrijkste elementen uit te leggen. En voor mij is duurzaamheid dus niet alleen maar technische duurzaamheid, maar is ook duurzaamheid in relaties, duurzaamheid in stedenbouw. En ik hoop dat u dat op deze beurs, anders dan alleen de standjes van mensen die iets maken, ook heel goed kunt uitwisselen. Dus ik ben gaarne bereid nog wat vragen te beantwoorden. Ik kijk alvast even rond of er vragen zijn. Ik heb er anders zeker ook één voor u. Want u heeft natuurlijk over die technische duurzaamheid, maar ook over de duurzaamheid van de relaties. En ik vroeg me ook af hoe het zit met de duurzaamheid van de architect aan zich in 2020. Hoe moet die architect omgaan met de toekomst en het nieuwe bouwen, volgens jou? Nou, die architect die verandert, zijn rol verandert natuurlijk steeds. Maar die blijft wel, als het aan mij ligt, een soort spin in het web en degene die het geheel kan overzien. Je hebt toch bij een bouwproject en een bouwproces mensen nodig. En eigenlijk zijn over het algemeen de opdrachtgever en de architect de twee mensen die niet de deelbelangen alleen maar bestieren, maar die het geheel moeten overzien. En dat betekent wel dat wij een aantal dingen die we vroeger helemaal zelf deden met veel meer anderen samen zullen doen. Maar dat er een soort dirigentenrol toch blijft. En ook het creatieve deel. Veel mensen hebben het idee, ja, die architecten, laten we die alleen maar voor de kleurtjes nemen en om iets wat leuker uit te laten zien. Nou, daar ben ik helemaal niet van. Wij pretenderen dat we ook veel weten van de techniek en het overzicht hebben. En dat we dus samen met een heel team specialisten goed in staat zijn om met de RAI bijvoorbeeld hier een echt duurzaam gebouw neer te zetten. Ja. Wat je net zegt, hè, dirigentenrol, dat betekent ook een bepaalde openheid die je van de architect moet verwachten. Want ja, openheid voor andere inzichten en andere specialiteiten. Maar als je nu kijkt naar de feiten, hoe het staat met de bouw, dat als je aan vernieuwbouw wil doen, dat je de toestemming van de architect nodig hebt om überhaupt een gevel te mogen veranderen. Hoe kijk jij daar dan aan? Zeg je van, dat zou eigenlijk weg moeten? Wij moeten als architect zo open zijn dat we ook dat moeten kunnen loslaten? Nou, volgens mij hoef je helemaal niet tegenwoordig meer alle toestemming van de architect te hebben. Het is wel heel verstandig om een architect bij te nemen, want die hebben er gewoon echt verstand van. Zelfbouw en vernieuwbouw zie je dat er toch ook een heleboel ongelukken gebeuren als je niet de juiste specialisten in huis haalt. En de ene keer is dat dan de architect en de andere keer is dat een technische specialist. Maar ik vind dat wij inderdaad heel transparant moeten zijn. Er zijn ook hele mooie voorbeelden. Er wordt nu in Amsterdam een 3D-huis geprint. Ja. Daar is een open platform voor bedacht, omdat ze ook nog niet precies weten hoe dat moet. En daar kan iedereen van buitenaf zijn kennis inbouwen. Dat soort platforms en dat soort dingen, daar zijn wij natuurlijk ook wel een klein beetje al bekend mee. En als je respect voor elkaar hebt en niet alleen maar met elkaars ideeën aan de loop gaat, dan denk ik dat zo'n samenwerking prima kan in de toekomst. Ja, en daar bent u al het bewijs van natuurlijk. Een beetje, dat proberen we. Ja, precies. Vragen, hier. Wat zijn de vragen in het publiek nog voor de heer Kraal, voordat hij afscheid neemt? Ja, mevrouw. U bent... Ik ben Marieke Spijkers, werkzaam voor BAM Utiliteitsbouw. Dus een heel mooi werk. Mooie partner. Hele mooie partner, ja. Ik was even benieuwd of de RAI als organisatie zelf ook wat gaat merken in de exploitatie van dit duurzame gebouw. Het is natuurlijk naar buiten toe een heel mooi signaal. Maar gaat dat ook wat opleveren? Nou, de RAI maakt niet alleen goede sier met het feit dat ze ongeveer het meest duurzame congres- en tentoonstellingscentrum van Europa zijn. Maar ze doen dus ook echt stap voor stap wat. En het is nou eenmaal zo, en daar ben ik het met de vorige spreker eens, dat je in de internationale concurrentie op het ogenblik minder waard bent als je niet duurzaam opereert. En ik denk dat de RAI, en dat is ook wel mooi, dat ik sta hier natuurlijk nu, omdat de RAI wil dat dat verhaal wat breder verteld wordt. En de RAI doet daar natuurlijk in zijn PR ook heel veel en krijgt er ook heel veel voor terug. Omdat grote bedrijven die stands all over the world moeten hebben, inderdaad ook kijken bij welk complex doe ik dat. En op zich is het heel erg mooi dat de RAI dus ook op de plek kan blijven, na heel veel gehannes,
waar die nu staat. Want er zijn heel veel stemmen op geweest dat deze grond veel te duur is. En dat je zo'n locatie bij het vliegveld zou kunnen hebben. Nou, we zitten al heel dicht bij het vliegveld. Maar de combinatie met de stad is wat... En ook de stedenbouwkundige duurzaamheid hier. En dit is mooi dat die nu met het Antriumgebouw nog weer verder verduurzaamd wordt. Dat is gewoon heel erg... Dat werkt heel erg goed. Want iedereen die hier komt, die geeft weer 6, 7 euro in de stad uit. Dus er is een hele goede wisselwerking. En er is dus duurzaamheid op allerlei levels. En voor de RAI levert het misschien niet meteen per het eerste jaar geld op. Maar op de lange termijn levert het heel veel geld op. Ik heb zelfs begrepen dat er wereldwijd al wordt gekeken naar een echte totale lijst afvinken. Wat voor soort congresgebouw willen wij naartoe als buitenlandse partijen om zowel duurzaam op reis te kunnen gaan. Zodat die beurzen ook op een goede manier worden gehouden. Dus wat dat betreft wordt al afgevinkt allemaal, dat soort dingen. Mels Kouwen, hartelijk dank voor de bijdrage en ontzettend veel succes met de bouw van dit prachtige Antrium. Dankjewel.